de Molshoop hier in Made, vlakbij de hervormde kerk, is het een gezellige bedoeling. Een hele hoop mensen zijn bij elkaar en ik ruik hele lekkere dingen. En het ziet er nog een keer heel lekker ook. Griselda, wat gaat er gebeuren? Wij gaan samen soepen vanavond. Snoepen? Soepen. Oh. Ja, ook snoepen, want als het goed is snoepen we van de soep. Ja. Maar het is samen soepen hebben we het genoemd. Okay. En waar komt het initiatief vandaan? Ja, vanuit onze kerk. We hebben een groep, een ontmoetingsgroep die dat met elkaar ideeën bedenkt om elkaar te ontmoeten. Maar ook mensen van buiten onze gemeente ontmoeten. Om zo samen gezellig samen te zijn en elkaar te echt te ontmoeten onder de genot van een kopje soep. En ik zag dat er ook brood bij lag. Er ligt van alles bij. Dat wordt een smulpartij. Het wordt een smulpartij. Ja, we gaan niet met een lege maag naar huis. Oké. Okay. Dit zijn allemaal mensen uiteraard van de kerk. Onder andere, ja, maar we hebben hem breed uitgenodigd. Iedereen was welkom. We hebben via de social media het uitgenodigd, maar ook bij vluchtelingenwerk een uitnodiging neergelegd. En ook zij zijn met een grote groep aanwezig en daar zijn we heel blij mee. Daar ga ik straks ook even mee proberen te praten, want ik heb het idee dat er een aantal best al wel Nederlands spreken, dus het gaat best goed komen. Ja, het is voor ons een manier om naar buiten te treden. We proberen op andere manieren dat ook te doen, zoals een weggeefkast die we buiten hebben staan voor mensen die het nodig hebben om wat te ontvangen en anderen kunnen weggeven. En dit is ook voor ons een manier om naar buiten te treden. Anita Stoop, fijn dat je even de tijd hebt gevonden om met ons te praten, want jij bent betrokken bij het vluchtelingenwerk. Ja, dat klopt. En wat doe je daar precies? De maatschappelijke begeleiding als vrijwilliger. Okay. En de mensen die hier zijn, die ken jij dus allemaal vanuit jouw werk? Nee, niet allemaal. Ik begeleid een paar gezinnen uit Syrië en uit Azerbeidzjan. En die zijn hier gekomen en ja, die weten eigenlijk helemaal niks. Dus die moeten een beetje wegwijs gemaakt worden met van alles. En hoe converseer je daarmee? Want ik weet niet of jij Syrisch praat of Azerbeidzjaans. Het leek me niet. In het geheel niet, maar Google Maps, Google Translate, die werkt redelijk. Ja. En met handen en voeten komen we er meestal wel. En wanneer zijn die hier gekomen? Verschillend. De ene in 2019, de andere eind 2020. Dus, Maar woonden ze hier in Made, degene die hier zijn? Nee, in Lage Zwaluwe. Okay. En daar heb jij ook contact met ze? Heb jij hier de regio hier, bij wijze van spreken? Nee, ja, wij zitten hier in de Meiboom met een soort departement, of hoe zeg je dat? Ja. En alle mensen in gemeente Drimmelen, dus daar vallen dus alle gemeenten onder, die hier geplaatst worden, die worden geholpen door vluchtelingen. Ik snap het. En Drimmelen is gewoon één van de kerkdorpen van Lage Zwaluwe is één van de kerkdorpen van Drimmelen. Dus dat komt mooi uit. Die worden gewoon netjes verdeeld over de... Wacht even, opnieuw. Netjes. Die worden netjes verdeeld over de gemeentes. Dus ze zitten overal, zeg maar. Okay. En vanavond zijn ze op uitnodiging van jullie? Ja, we hebben een uitnodiging gehad vanuit de organisatie hier. En die hebben we uitgedeeld. En er zijn een aantal mensen die vonden dat wel heel leuk. En die willen ook graag wel een beetje anticiperen in de Madense of de Drimmelse gemeente. En wat mensen leren kennen. Het is al een enorme cultuuromslag als je van daaruit komt en je komt hier in dat kikkerlandje. Ja, hele grote verschillen zijn er inderdaad. Zullen ze niet langer laten wachten? En jou zeker niet, want volgens mij heb jij ook honger. Ja hoor. Wij ook zo langzamerhand hoor. Dankjewel. Oké, okay. Hey, dankjewel. En veel succes. Dank je. Okay. Ik zit naast Bert de Grote. En jij hebt honger? Nee, niet per se, maar wel lekkere honger. Dus je bent voor de gezelligheid? Ja. Maar de gedachte is leuk, hè? Lekker met z'n allen eten. Ja, dat is een prima gedachte, ja. Dit soort seances, daar komt dus meer voor tegenwoordig. Hoor, mijn naam? Ja. Levendijk. Oké, en hoe kom je verzeild? Ja, via de kerk. Via de kerk, hè? Ja. Leuk initiatief. Ja, zeker weten. En zeker als je ziet wat er dadelijk op tafel komt. Lekker soep, denk. Ja. Ik heb dat net even met de nieuwkomers daar besproken. En toen ik zei, vind je snet lekker, zeiden ze ja, maar ik zag aan hun gezicht. Ik vind hem lekker. Ja, ik ook, maar aan hun gezicht zag ik toch wel van, wat moeten we hiermee? Ja, maar dan weten ze niet wat snet is, zeker? Nee, dat klopt, maar hier na vanavond weten ze ook wat snet is, hè? Oh, kijk, okay. Dan moeten we wel. Ik zit nu naast, hoe heet jij? Dalia. Oké, en dit is allemaal familie van jou. Maar je kunt al wel een beetje Nederlands spreken. Ja. En heb je dat geleerd op school? Ja. Ja. En wat doen jullie op school?
en rekenen en kan kleuren en lezen en nog in de school kan eten. Goed zo. Wat gaan we dadelijk eten? Ik weet het niet nog. Wat staat er op tafel? En kaas. Ja. En nog... Brood. Brood, ja. En boter. Ja, boter. En kan ik ook... En wat krijgen jullie dadelijk in een... Wat krijgen jullie dadelijk op je bord? Wat komt er op het bord te liggen? De letter. Ja. En... En soep. Ja. Dankjewel. Ik zou zeggen, heel gezellig. En lief dat je dat even wilde doen voor me. Want de mensen vinden dat leuk om te weten wie jij bent. En nou weten we het. En naast mij staat... Asia. Dat klinkt wel heel zachtjes. Asia. 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 Ja. Ja. En waar kom je vandaan? Syrië. Uit Syrië? Ja. Goed. En hoe is het hier? Fijn. Mis je het toch niet een klein beetje? Sorry? Mis je het niet, dat Syrië, dat thuis zijn? Begreep het niet. Missen. Zou je niet graag weer liever in Syrië zijn? Nee, want mijn huis is bombarderen. Ben je hier helemaal... Maar ik mis, ja. Ik ben, ja, dat bedoel ik. Ja. Ben je helemaal alleen hier? Met mijn zoon, die is 15 oud. Ja. 15 jaar oud? Ja. En hoe lang zijn jullie al hier? Hier in Maden 6 jaar. In knap, Nederland 7 jaar. Oh, kijk, dus je spreekt al... Oh, nou snap ik waarom je wel Nederlands spreekt. Ja, 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 ja. Een klein beetje. Nou, ik wou dat ik zo goed Syrisch kon praten als jij Nederlands kon praten. Dank je wel, ja. Oké, dadelijk lekker eten? Ja. Heb je wel eens snert gegeten? Hoe heet die snert? Die soep, die groene soep met worst erin? Ja, ik vind het ja, lekker. Serieus? Ja, ja. Of nog een klein beetje niet? Een klein beetje niet. En er is ook brood bij, dus dat ja, komt lekker goed. Brood is lekker. En je woont ook hier in Maden? Ja, in deze straat. In deze straat. Ik zou zeggen, dankjewel. Alsjeblieft. En ik zou zeggen, heel lekker smakelijk eten. Bedankt. En shukran. Hoe heet jij? Dalkas. Oeh, en waar kom jij vandaan? Weet je niet. Weet je niet waar je vandaan komt? Oh, Turkije. Nee. Niet Turkije. Syrië. Ook Syrië. Syrië. Kun je al een beetje Nederlands lezen? Ja. Hele moeilijke talen, hè? Ja. Ik weet het, ik weet het. Ga je dadelijk lekker eten? Heb je honger? Ja. Weet je wat we gaan eten? Weet je niet. Brood en soep. Soep. Weet je wat soep is? Jawel. Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel. Smakelijk eten. Ik ga even bij jouw zusje. Is dat jouw zusje? Huh? Is dat jouw zusje? Ja. Oh, ga ik even bij jouw zusje praten. Dankjewel. Dag zusje. Au. En hoe heet zusje? Noorza. Oké. Okay. En hoe lang ben je al hier? Bijna 1 jaar. Oh, wat spreek je dan goed Nederlands. Wat knap van jou. Dankjewel. Oh, maar dat is een moeilijke taal, hè? Ja, ik vind het moeilijk. Ja, wij ook? Ja. Ja. En hoe heb je dat geleerd? Op school? Of met vriendjes? Alleen, ik heb alleen naar school. Nee. En, maar in Syrië heb jij geen Nederlands kunnen spreken, hè? Dat heb je niet geleerd daar, hè? Nee. Alles hier? Ja, alles hier. Ik kan niet Arabisch praten, maar ik daar met mijn vrienden praat en ik kan Arabisch ook praten. Ja, dat is logisch, hè? Dat is logisch. Ja. Maar heb je ook Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes? Nee, nu niet. Nog niet. Maar zodra je het goed kunt, dan komen ze allemaal met jou spelen, dat weet ik zeker. Ja.